kan ik zwaaien. Oh, oké, nog een keer. Hoi! Welkom bij onze nieuwe video. Leuk dat je weer kijkt. Vandaag nemen wij de sister tag op. En dat houdt in dat we eigenlijk allerlei vragen met wie is, of wie heeft, of wie doet, gaat beantwoorden. We hebben allebei een bordje. Yeah. En ja, we gaan eigenlijk kijken of onze antwoorden matchen. Ja, of dat we toch een beetje verschillend erover denken. Ja, we hebben 20 vragen voor jullie. En ja, die gaan we proberen te beantwoorden. Wie van ons is er 's morgens het langst bezig? Duidelijk jij. Ja, dat ben ik denk ik wel. Geen twijfel over mogelijk. Nee. Wie van ons heeft er de meeste schoenen? Ja, dat denk ik wel. Hoewel, ik heb ook wel heel veel schoenen, maar ik draag ze eigenlijk bijna nooit. Ik denk dat ik wel veel schoenen heb. Ik denk ook wel dat jij iets meer hebt. Iets meer, niet heel veel meer. Ja. Oké, wie van ons houdt het meest van dieren? Allebei? Allebei, denk ik. Ik denk dat we allebei wel heel veel van dieren houden. We hebben niet voor niets allemaal katten thuis. En ja, wij hebben er 3 en een nestje gehad. En wij 4, dus denk wel gelijk. Ik denk ook wel. Wie van ons is het wijst? Het meest wijs. Ik weet niet. Ik denk dat ik wijzer ben. Ja, ja, ja op die manier. Ja. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Wie van ons is het slimst? Nee, dat ben jij dan weer. Jij hebt de meeste hersenen. Jij doet de universiteit. Maar dat zegt niks. Ik kan me af en toe ook echt een dom blondje of zo gedragen. Ja, maar dat is gewoon de situatie. Oké. Jij hebt de meeste hersenen. Je hebt de meeste capaciteit om te leren van ons tweeën. Wie maakt er de meeste blunders? Ik. Ja, dat is duidelijk. Ik vast iets met de haarkleur te maken of zo. Dat denk ik ook. Wie zou er als eerst verkeerd rijden? Wat leuk dat we dat van elkaar zeggen. Ja, maar ik gebruik wel eigenlijk altijd het TomTom, maar ik kan ook wel goed op de borden lezen. Ja, maar ik weet niet. Ik denk dat het jou ook wel zou overkomen om gewoon de afslag te missen. Ja, precies. Dat had ik bij me afrijden, dus dan heb ik 3 keer de afslag gemist. Ja, zie, daarom. Oké, okay, dank je. Wie rijdt er vaker harder dan is toegestaan? Sophie. Sophie is echt een racemonster. Maar. Ze rijdt niet gevaarlijk, maar ze rijdt wel harder dan het eigenlijk mag rijden. Ja. Wie is het meest creatief? Ja, ja, ja ik dat denk vind wel. Ik ook. Absoluut. Ja, niet met alles, maar als je het echt over knutselen ook en zo hebt. Je bent niet voor niets juf. Dus daar moet je die creativiteit ook gewoon voor hebben, denk ik. Precies. Wie kan er het slechtst tegen alcohol? Ik. Sowieso. Zeker nu, want ik heb sinds mijn zwangerschap wel al 1 glazen gedronken. Maar zelfs daarvoor, na 2 wijntjes, lag jij echt al in de goot. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ik kan niet zo heel goed tegen alcohol. Maar geef ik kan het prima leuk hebben zonder. Dus, is ook zo, absoluut. Het is alleen maar voor lekker bij een etentje of zo. Ja. Oké, okay, wie scheldt er het meest? Slechte eigenschap dit hier zo. Maar ik kan er ook wat van hoor. Maar jij hebt toch wel sneller in een zin of zo dat je, oh shit. Oh, ja, dat heb ik heel vaak. En in de auto kan ik ook wel heel erg schelden. Maar dan ben ik alleen, dus dan maak ik niet zo heel erg uit. Maar dan scheld je nog steeds. Ja, dat klopt. Wie heeft er het grootste gat in zijn handen? Ik denk dat wij er allebei wat van kunnen. Ja. En we geven het allebei op een heel andere manier uit. Maar dan zou het nog wel erger worden als ik mijn eigen huis zou hebben. Ik zou dan echt naar deze decoratiedingetjes en zo. Ja, verschrikkelijk. Ik zou echt al mijn geld eraan uit gaan geven. Ja. Wie kookt er het lekkerst? Oh, grappig dat je dat zegt. Ik vind echt dat jij het lekkerst kookt. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik trek een pak knor uit de kast en dat. Oh ja, mijn eerste ingeving was echt een tomatensoep die je altijd maakt. Dan denk ik, oh, dat is zo lekker en dat kan je echt wel goed. Ja, oké, okay, dat is waar. Nee. Ik weet niet. Dan ik. Wie komt er het meest te laat? Ik kan er ook wel wat van de laatste tijd hoor. Maar ik heb nu net een kindje, dus mijn planning is een beetje anders natuurlijk. Nee, ik ben echt zo slecht in op tijd komen. Ik kom altijd wel 10 minuten of een kwartier te laat. Je horloge gewoon anders neerzetten. Ja, dat helpt niet. Dat weet ik. Ik ben er echt heel slecht in. Dan moet je gewoon maar van tevoren al zeggen, maar ik kom toch te laat. Ja, gelukkig weten mijn vriendinnen dat wel. Jij weet dat inmiddels ook wel. Daarom. Maar ik ben er gewoon echt heel slecht in. Ja,
Wie van ons is er het netst? Ik weet het niet. Ik denk jij. Ik probeer altijd wel heel netjes te zijn. En als ik weet dat ik visite bijvoorbeeld krijg, ja, behalve jij. Dan zorg ik dat mijn huis netjes gestofzuigd is en alles helemaal aan de kant is. Ik probeer het echt bij te houden. Maar ja, soms heb ik gewoon de tijd er niet zo voor. Ik ben nu met een kleintje. Nou, zin heb ik nooit, maar het moet zin maken dan. Wie is er het meest sportief? Jij sport gewoon heel veel en ik ben een beetje Sjaak afhaak. Wie is de grootste snoepkont? Ja. Is dat zo duidelijk? Duidelijk, ja. Jij duikt hier altijd meteen de kast in. En heb je nog wat in huis? Heb je nog wat voor bij de thee? Heb je nog een cracker? Altijd. Maakt niet uit. Ik heb het wel. Ja, dat is waar. Wie kraamt er de meeste onzin uit? Oh, dat vinden we allebei van onszelf. Dat we de meeste onzin uitkramen. Ja, dat is waar. Tuurlijk. Ik denk dat we ook allebei best wel vaak onzin uitkramen. Ja. Kijk naar dit wat we nu zitten te doen. Dat is een en al onzin uitkramen. Ja, is wel. Eigenlijk. En we zijn niks voor je zusjes natuurlijk. Dat is waar. Zit in de genen. Nou. Wie kan er het beste luieren? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik kan heel de dag op mijn kont op de bank zitten en heel de dag tv kijken. Wie zal er het snelst zijn spullen pakken en naar het buitenland vertrekken? Ja, niet om te wonen. Misschien om gewoon een paar maanden of zo te wonen. Meer het reizen dan. Gewoon meer het reizen, ja. Dat zou ik echt wel kunnen. Ja. Maar niet te lang, want dan zou ik thuis ook wel weer missen. Ja. Ik zou het wel graag willen. Ik wil nog heel veel van de wereld zien. Ja, ik ook. Maar... zeker in deze situatie waarin ik nu zit, zou ik het niet zo snel doen. Nou, dit was onze sister tag. Hopelijk ben je wat meer over ons te weten gekomen. Wij vonden het in ieder geval heel erg leuk om te doen. Absoluut. En als je het nou ook een leuke video vond, doe dan je duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal, want dat zouden we echt super leuk vinden. En volgende week hebben we weer een nieuwe video voor jullie. Doei!